En welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. Ik ga vandaag de NYX 2020 adventkalender unboxen. En ik ben super benieuwd naar deze kalender en ook heel enthousiast erover. Want het is dus NYX Cosmetics en dat is een make-up merk. En dat betekent dat deze adventkalender vol zit met make-up. Jullie weten hoeveel ik hou van make-up. Alle adventkalenders die ik unbox hier op mijn kanaal zijn allemaal beauty adventkalenders. Zowel make-up als skincare. Maar het maakt me altijd extra enthousiast als ik weet dat de hele kalender vol zit met make-up. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ik heb afgelopen jaar ook al een heleboel kalenders unboxed. Dit jaar ook al, staan al op mijn kanaal. Dus bekijk die ook als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ik heb nog nooit een NYX Cosmetics kalender unboxed. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je dit nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, ik zal beginnen met te vertellen wat ik op mijn gezicht heb met make-up. Want dan hoeven jullie dat niet meer te vragen. Voor deze ooglook heb ik dit paletje gebruikt van Olay Ice Ice Baby paletje. Heel mooi paletje. Daarmee heb ik deze ooglook gecreëerd. En op mijn lippen heb ik Sweetie Morphe Lip Potloodje op. Samen met deze Huda Beauty Bullet Lipstick. Super mooie nude kleur. Deze kleur heet Staycation. Echt een prachtige nude kleur. Dus deze twee heb ik op mijn lippen. Oké, dit is de kalender. Ik heb hem besteld bij Douglas. Hij was iets van 40 euro. En hij kwam zo verpakt aan. Dat vond ik heel erg leuk. Want ik heb hier niet om gevraagd of zo. Ze hebben het gewoon random ingepakt. Dus ik ga hem even openen. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Dus ik weet ook helemaal nog niet hoe die eruit ziet. Vergeleken met de andere kalenders die ik al heb unboxed, is hij best wel klein. Oké, jongens, dit is dan de NYX adventkalender, de Diamonds and Ice Please adventkalender. Ik ben echt super enthousiast hierover. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Ik zie net dat hier achterop al staat wat erin zit, maar dat wil ik niet zien. Ik wil nooit zien wat er in de kalender zit, want ik wil gewoon worden verrast als ik hem ga openen. Mensen die het concept van de adventkalender niet begrijpen, je moet in december elke dag één vakje openen tot aan kerst. Meestal heeft een kalender 24 vakjes, ja, die hier ook. En dan kun je dus elke dag worden verrast met een soort van cadeautje. Als je dus niet wilt weten wat hierin zit, bekijk deze video dan vooral niet, want ik ga vandaag alles laten zien. Ik ben echt zo enthousiast. Let's do this. Als jij nog een kalender hebt die jij graag wilt zien, let me know, want dan ga ik die ook unboxen. Oké, als je hem dan openmaakt, is dit wat je ziet. Kijk jongens, hij is best wel klein en best wel licht. Vooral vergeleken met de andere kalenders die ik heb unboxed. Dus ik ga er een beetje van uit dat alles wat hierin zit mini-versies zijn. Dat vind ik wel jammer al van tevoren. Maar goed, ik ben toch benieuwd wat hier allemaal in zit. En het is dus zo'n kalender die funest is voor mijn nagels. Want ik moet steeds de vakjes openbreken. Het is best wel een cheap verpakking, moet ik wel erbij zeggen. Vooral voor de prijs had ik wel gewild dat ze, ja, dat de verpakking iets beter is. Die van Maybelline was ongeveer even duur. En die verpakking was wel echt beter. Dus ik ben niet echt heel erg impressed met de verpakking. Maar ja, let's do this. We gaan gewoon beginnen met een vakje 1. Waar is vakje 1? I don't know. Ik kan het weer niet vinden. Het kan zijn dat ik hier en daar een vakje vergeet. Want zo ben ik. Hier in de hoek, jongens, is vakje 1. Even kijken. Ik hoop wel dat ze gewoon makkelijk open gaan. We hebben een lipstick. Dit is een kleine versie van een NYX matte lipstick. In een rode kleur zie ik. Er staat verder geen kleurnaam op. Oh jawel. Perfect Red Lipstick. Ik dacht al wel dat alles mini ging zijn. Dus dit had ik al wel verwacht. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Heel mooi rood. Kijk. I love it. Dit is wel echt de ideale manier om gewoon heel veel producten van NYX Cosmetics te proberen. Oké, dan daarnaast is nummer 2 hier. Je kunt het allemaal niet heel goed zien. Maar hier staat een 2. Laten we die openen. We hebben een Illuminator Liquid Highlighter. Die gebruik ik echt nooit, dus dit gaat in een winactie. Alles wat ik niet gebruik gaat of naar mijn moeder of in een winactie. Kijk, dit is de Born to Glow Illuminator. Ik gebruik deze echt nooit. Ik gebruik nooit liquid highlighters, dus deze gaat sowieso in een winactie. En dan kan ik iemand er blij mee maken. En dan lekker makkelijk ernaast is nummer 3. Die is hier. Ik ben wel blij dat de vakjes makkelijk open gaat. We hebben een Soft Matte Cream. Dit is een kleine versie van NYX Soft Matte Cream. En we hebben een hele mooie nude kleur in de kleur Canes. Ik heb al een aantal matte Soft Matte Creams van hun. Deze. Dit is dus een normale size. En dit is hem in, in het klein. Die ik heb is Abu Dhabi. Deze is ook echt super mooi en nude. Maar dit is dus, ja, hoe die normaal is. En dit is dus wat wij nu krijgen. Deze kleur lijkt ook wel heel mooi. Canes. Ik ga hem even swatchen naast die andere. Een beetje roze. Kijk, het is een beetje een roze genoeg kleur. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Ik vind het zo makkelijk dat alles gewoon naast elkaar zit. 1, 2, 3 en dan hier gelijk 4. Dan hoef ik niet helemaal op zoek. Laten we 4 openmaken.
een single oogschaduw. Dit is een single oogschaduw in de kleur Glam Purple. Ik vind het leuk dat we iets van een oogschaduw krijgen, want in heel veel adventkalenders zit geen oogschaduw. Dus daar ben ik wel blij mee. Ondanks het feit dat ik echt alleen maar oogschaduwpaletten gebruik en echt zelden losse oogschaduw gebruik, denk ik dat de meeste mensen hier wel blij mee zouden zijn. Het is ook een glanzende mooie kleur. Oké, dan gaan we naar de andere kant. Hier is nummer 5. Oh, een lipscrub, jongens. Ze hebben een lipscrub. This is Everything NYX lipscrub. Ook altijd handig om te hebben, een scrub. Hij is ook best wel groot, 14 gram. Dat is wel chill. Oeh, het heeft ook echt zo'n kleurtje. I like it. Ik gebruik altijd lipscrub. Ik heb vandaag ook mijn lippen gescrubd met dit product, die ik ook heb gekregen ooit. Hij ruikt ook echt heerlijk. Heel fijn. De geur is echt fantastisch. Oké, daarnaast hebben we nummer 6. We hebben een Butter Glass. Die zijn ook altijd heel fijn. Kijk, de NYX Cosmetics Butter Glass. We hebben hem in de kleur... Hij valt uit mijn hand. We hebben hem in de kleur Angel Food Cake. Ook een beetje een nude kleurtje. Ik ga hem ook weer swatchen. Dit is ook weer een kleine versie. Die is best wel felroze. Zien we dit? Het is echt een gloss. Een best wel felroze gloss. We gaan verder met daarnaast nummer 7. Die is hier. Het is ook weer een klein vakje. Nog een single oogschaduw, maar dan een andere kleur. Dit is een beetje een groenige kleur in de kleur Crystal. Dit is ook een mooie glanzende kleur. Dus we hebben nu al twee oogschaduwen in twee verschillende kleurtjes. Wel allebei glanzend. Oké, daarnaast is nummer 8. Die is hier. Oh, lipolie! Deze lipolie gebruik ik altijd. Echt, met altijd bedoel ik echt elke dag. Kijk, ik heb hem hier. Dit is de normale lipolie en dit is de kleine versie. Altijd als ik mijn video's begin zonder make-up, als ik me ga opmaken, zie je altijd dat ik een lipolie op mijn lippen heb. En dat is letterlijk altijd deze van NYX. Dus hier ben ik heel blij mee. Mensen, gebruik deze echt, want deze is echt super, super fijn. Maar dit is wel de kleine versie. De normale is 8 ml en wij krijgen 4,7 ml. Is iets meer dan de helft. Maar hier ben ik heel blij mee. Want zodra die andere op is. Want die gaat echt op. Omdat ik hem zo vaak gebruik. Ga ik deze gebruiken. Is echt een super fijne lipolie. Oké, we gaan weer terug naar de andere kant. Hier is nummer 9. Weer een lipolie. Hoezo heb ik weer een lipolie? Wat is het verschil dan? De verpakking is wel een klein beetje anders. Misschien is het een andere kleur. Ik denk dat dit een kleurtje is of zo. Oké, Sheer Blush is deze de kleur. En de andere is Sheer. Ja, dit is dus de lipolie die ik gewoon altijd gebruik zonder een kleurtje. En dit is de lipolie met een kleurtje. Ik ga hem even swatchen. Ja, deze heeft echt een kleurtje. Kijk, dit is hem. Hij is zo heel licht roze. Oké, nou dan hebben we nog een lipolie die ik ook zeker ga gebruiken. We gaan verder met nummer 10. Die is een beetje dun en lang. Nog een Liquid Illuminator. Oh, maar dan in een andere kleur. Dit is een iets meer bronzy kleur. Kijk, dit is die van net en dit is die van nu. Dus een beetje een bronzy kleur. Dit is meer een kleur die ik zou gebruiken. Dit is de kleur Gleam. En dit was de kleur Sunbeam. Dus we hebben twee Liquid Illuminators die allebei in een winactie gaan. Of misschien ga ik er wel eentje houden gewoon om hem te hebben. Want ik heb er nou echt geen, dus... Misschien is het wel handig om hem goed te houden dat ik op zijn minst één Liquid Illuminator heb. Voor het geval ik die ooit in mijn leven moet hebben. Nummer 11 is er weer echt naast. Ik vind het echt geweldig dat het gewoon allemaal naast elkaar is. Nog een soft matte lip cream in een beetje een donkere kleur. Kijk, dit is de kleur. Het is een beetje een nude kleur, maar wel aan de donkere kant. Dit is de kleur Roam. Ik ga hem ook weer swatchen, of course. Oeh, ik vind de kleur mooi. Dit zou echt prachtig zijn voor alle vrouwen met een donkere huidskleur. Heel mooi dit. I love it. Deze kleur vind ik heel mooi. Ik vind alle kleuren mooi. Alle kleuren die we tot nu toe hebben gekregen. Allemaal kleuren die ik echt zou gebruiken. Er zit geen enkele kleur bij waarvan ik denk... Ja, dit is er gewoon ingedaan. Gewoon voor de grap. Want niemand gaat dit gebruiken. Maar dit zijn echt kleuren die... Ja, echt bijna iedereen wel kan gebruiken. Nummer 12 is daarnaast weer een Lip Loving Balm. Na die lip scrub was het al wel te verwachten dat we ook een lipbalm zouden krijgen. Dit is dan de lipbalm. Ruikt ook wel naar een geurtje, maar wel echt minder dan die scrub. Oké, nou top. Nou hebben we ook een lipbalm. Nou hebben we de lip scrub en de lipbalm. We gaan verder met nummer 13. Finishing poeder, HD finishing poeder. Deze is wel heel klein, what the F. Dit is de HD finishing poeder van NYX. Deze poeder is by the way echt niet fijn. Hij geeft echt een hele waas over je gezicht. Het is echt geen fijne poeder. Hij is ook wel klein, de normale is ongeveer zo groot. Deze vind ik echt slecht, deze zou ik echt nooit gebruiken. En ik vind het ook een beetje dom dat ze een finishing poeder in zo'n kleine verpakking doen. Dan denk ik echt van, ja, mijn kwast alleen al is groter dan heel deze verpakking. Dus dit vind ik echt niks. Nummer 14 is de volgende.
weer een matte lipstick in een nude kleur. Dit is de lipstick, die is mat, net als die in het rood. Dit is de kleur Natural, is een nude kleurtje, kijk. Ik ga hem even onder die andere matte swatchen. Kijk, dit is dan die kleur ook weer een beetje een rozige nude kleur. Ik ben wel een beetje aan het wachten op een bruinige nude ofzo, want alles is een beetje rozig, paarsachtig, mauve. Hier is nummer 15, die is even groot als die andere, dus ik gok dat hier ook weer een lipstick in zit. Ja, een butterglass. Nog een NYX Cosmetics butterglass in de kleur crème brûlée. Deze heb ik ooit gehad. Dit is een hele mooie lichte kleur. Heel licht roze. Echt, echt een hele lichte roze kleur. Sowieso te licht voor mij. Maar ik gebruikte die altijd gewoon met een donkerdere lippotloodje. En dan was het gewoon mooi. Dus deze heb ik al ooit gehad. En ik vond hem gewoon fijn. Ondanks de hele, hele extreme lichte kleur. Daarnaast is nummer 16 is ook weer een redelijk klein vakje. Nog een single oogschaduw. Oké, we kunnen gewoon onderhand al gewoon een paletje maken van al deze single oogschaduwen. Dit is in een mooie gouden bronzy kleur. Ook weer een glanzende kleur. Oh, de kleur heet ook echt letterlijk golden bronze. Dus nou hebben we goud, we hebben een beetje paarsachtig en we hebben een groene. Dus je hebt nou drie losse oogschaduwen. Nummer 17 is de volgende, die zit hier beneden. Nog een losse oogschaduw. Oh mijn god, doe eens even normaal joh. Die is ook zo'n beetje bronzy. Hij lijkt wel heel veel op die van net hoor. Het is wel echt een andere kleur. Dit is de kleur Bronze Gorgeous. Maar ik moet wel zeggen dat ze echt heel veel op elkaar lijken. Kijk, dit is toch gewoon bijna geen verschil. Doe even normaal. Nummer 18 hier beneden. Nog een matte lipstick. Dit is wel echt in een hele donkere kleur. Dit is de kleur Siren. Kijk, het is echt een hele, hele donkere, diepe kleur. Vind ik wel mooi in principe. Dit is de kleur. Hij lijkt wel op die hier, maar hij is wel echt een stukje donkerder. Ik vind het wel een hele mooie kleur. I like it. Daarnaast is nummer 19. We komen bijna bij het einde, jongens. Oh my god. Nog een matte lipstick. Dit is in een beetje een meer nude kleur. Whipped Caviar. Een beetje een nude-achtig kleurtje. Een beetje bruinig of zo. Paarsbruinig. Oh nee, nee. Hij is gewoon roze. Ik moet wel zeggen, als je zo kijkt naar alle kleuren, denk ik wel een beetje van oké, jongens, zo'n kleur hebben we nou hier onderhand wel. Kijk, hij lijkt heel veel op die kleur hier. Maar goed, deze dus. Dit is ook een matte lipstick. Ook weer in mini formaat. Alles is mini. Alles in heel deze kalender is mini, wat ik al wel had verwacht. We zijn bij nummer 20, hier beneden. Oh, jongens, nog een mini oogschaduw. Wel een hele mooie kleur, moet ik zeggen. Een beetje zo rozig rood, een beetje diep roze in de kleur rose gold is dit. Dit vind ik wel echt een prachtige kleur, moet ik zeggen. Weet je wat echt fantastisch was geweest? Als dit allemaal magnetische oogschaduwen waren geweest. En dat we ook zo'n paletje hadden gekregen. En we dan echt een paletje konden creëren met al die losse oogschaduwen. Dat was echt amazing geweest. De volgende is nummer 21. Eyeshadow Base. Oh, een oogschaduwbasis. Dat vind ik wel leuk. Dit is een NYX HD Oogschaduw Base. Voor onder je oogschaduwen als soort van primer. Oeh, de kleuren ziet er ook goed uit. Kijk. Deze wil ik zeker wel proberen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken onder mijn oogschaduw. Ik vind het ook weer fijn dat we ook weer een heel ander soort product krijgen. Want ik heb het wel nou een beetje gehad met alle lipsticks en alle losse oogschaduwen. Nummer 22. Nog een losse oogschaduw. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Het is wel echt een prachtige kleur. Kijk, zo mooi goud. Ook weer glanzend. Antique gold heet de kleur. Waarom zijn alle kleuren glanzend? Het was ook leuk geweest als we wat matte losse oogschaduw hadden gekregen. Dan hadden we echt een look kunnen maken met alleen maar deze losse oogschaduw. Nummer 23 is hier. Nog een butterglass. In nog een nude kleur. Rozige nude kleur. Dit is de kleur Tiramisu. Is ook weer een beetje een rozige kleur. Oh jongens, konden we niet een beetje meer afwisseling krijgen van kleuren? Maar goed. Er is in ieder geval een nude voor iedereen. En we hebben één rood en één donkere kleur. Nou, last but not least. 24. Normaal zijn de laatste vakjes de beste. Maar ik betwijfel het nou. Maar oké. Oh, we hebben een primer. Dat is wel leuk. Dit vind ik wel leuk als het laatste product. Dit is de NYX Pore Filler Primer. Primer voor op je gezicht. Heel leuk. Dit is ook niet de full size volgens mij. 11 milliliter. Volgens mij is de normale groter. Deze ga ik zeker gebruiken voor mijn gezicht. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dit vind ik leuk als laatste product. En dan is de hele adventkalender klaar, jongens. Hij is helemaal leeg. Hij kan weer dicht. Oh mijn god, ik heb mijn trui vies gemaakt. Kijk dit.
Oké, jongens, wat vonden we van de NYX 2020 adventkalender? Ik heb een beetje gemengde gevoelens. Ik vind hem leuk, maar ook weer niet. Het zijn echt letterlijk gemengde gevoelens. Wat ik niet leuk vind, is dat letterlijk alles mini-size is. Alles. We krijgen gewoon geen enkele full-size. En ik vind dat ze een beetje overdreven hebben met alle losse oogschaduwen en alle nude lipglosses. Ik had ook wel gewoon een mini-mascara of zo willen zien, als je begrijpt wat ik bedoel. Aan de andere kant vind ik het ook weer een hele leuke kalender, omdat dit een hele leuke manier is om heel veel verschillende producten van NYX te kunnen proberen. En de kleuren zijn op zich allemaal nude, maar wel geschikt voor elke huidskleur. Er zit niet echt iets bij waarvan ik denk, oké, deze huidskleur kan dit niet opdoen. En we hebben ook een rood, dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat vind ik een mooie kleur. Dus ja, een beetje gemengde gevoelens wat ik hiervan vind. Ik ben wel heel blij met alle producten. Een heleboel ga ik ook echt zeker proberen. Bijna alles ga ik zeker proberen. Dus ja, een beetje gemengde gevoelens bij deze kalender. Al met al neig ik wel meer naar leuk dan niet leuk. Maar ja, whatever. Als je deze kalender ook wilt halen, ik zal beneden in de beschrijving een linkje plaatsen van Douglas. Daar heb ik hem besteld. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld. Je ook het gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!